Hartstikke welkom bij de Hobby Talk. Superleuk dat er zoveel mensen zijn gekomen. Ik ben Emiel, ik ben een van de twee oprichters van het bedrijf. Mijn taak is alles wat met technologie te maken heeft. Dus ik zorg ervoor dat het product werkt. Ik manage het hele development team. En daarnaast doe ik ook nog een beetje marketing af en toe. En dat vind ik ook heel leuk, omdat ik daar mooie dingen kan maken. Alles wat er gelikt uitziet, dat probeer ik zo te houden. Even kijken. Het is geen presentatie, dus ik vind het heel leuk als jullie een tussentijd vragen stellen. We gaan namelijk live coden. Wat we gaan doen, we gaan een hele simpele Homey app schrijven. Heel simpel, omdat we maar een half uur hebben. Maar dan kan ik jullie lekker uitleggen hoe dat ongeveer werkt. Wat ik hier heb, ik ga even mijn desktop met jullie delen. Screenshare. Zo. Ik krijg al een vraag binnen. Wanneer komt Homey 5.0 uit? Dat is een inderdaad gratis software update. Hij is nu al te downloaden als beta. Hartstikke stabiel. En we wachten nog even totdat de laatste community ontwikkelaars hun apps geschikt hebben gemaakt. Want we hebben in Homey 5.0 de Zigbee aangepast. Normaal gesproken proberen we een update niet dingen stuk te laten maken. Met terugwerkende kracht. In het geval van Zigbee, we hadden al heel lang geleden beloofd om het helemaal opnieuw te doen. Dus we hebben gezegd, nou, we gaan dat niet compatible maken, maar we gaan die Zigbee-ontwikkelaars sturen we eerst een versie voordat iedereen hem krijgt, zodat zij een app geschikt kunnen maken. En dat is nu bijna helemaal afgerond. Dus ik hoop binnen een paar weken, maar het is een beetje out of our control. Zo. Hoe is de kwaliteit van de livestream? Ik snap dat de camera iets hakkelig is. Dit is zeer slecht. Nou, dan zet ik mijn camera wel even. Is het nu beter? Oké. Nou, we gaan er gewoon voor. Ik kan er toch niks meer aan doen. Dus ik hoop dat het dat beter wordt. Alright. Ik heb hier in mijn arsenaal een Homey. Dit is van een normale Homey. We hebben ook Homey Pro. Maar aangezien het de eerste app is, maakt het niet heel veel uit. Homey Pro over het algemeen is wanneer je heel erg fanatiek bent en meer dan 20 apps wilt. Wat ik heb gedaan, ik heb hier ook een iPhone liggen. Daar kunnen jullie live meekijken wat erop zichtbaar is. Kijk, het is gewoon een iPhone die wordt gescreencast. Dus kunnen jullie ook zien wat er gebeurt en waar we op klikken. Zo. Nou, fijn om te horen dat het geluid beter is. Erwin, het verschil tussen Homey en Homey Pro is dat Homey Pro sneller is. Hij heeft dubbel geheugen en hij is dual core. Kun je verder op onze website heel mooi nalezen. Dus daar kan je niet zo lang in gaan. Maar na deze talk is van pauze, dan kan ik je eventueel wat meer vertellen over de verschillen. Oké, nou, om een Homey app te maken, moet je een klein beetje JavaScript kunnen. Even kijken, ik heb hier een terminal. En het eerste wat je moet doen, is de Homey module installeren. Je moet ervoor zorgen dat je Node.js, dat niet Node is, zoals ik het eet, maar dat is Node.js. Dat is een JavaScript runtime. Kun je gewoon installeren. Op je computer. Dan doe je met dit commando, npm install -g. Even kijken of ik het... Ja, ik kan iets groter maken. En dan gaat hij de module Homey installeren. En die module die hebben wij geschreven. Dat is eigenlijk een command line toolkit waarmee je dus Homey apps kan maken. Je kunt ze valideren, je kunt ze uploaden naar hun Homey toe. Je kunt ze dan uiteindelijk ook publishen in onze App Store. Ja, heerlijk, Node.js. Matthijs stelt de vraag, zit je snel boven 20 apps? In Homey is het zo, één app is één merk. Dus stel je hebt Philips Hue lampen, dat betekent dat je één app hebt voor al je Philips Hue lampen. En als je dan nog een klik-aan-klik-uit hebt, dan heb je nog een app voor al je klik-aan-klik-uit lampen. Er zijn ook apps die niet apparaten toevoegen, maar bijvoorbeeld een buienradar app. En er zijn nog wat tools app, bijvoorbeeld eentje die logt alles van je Homey. Dus de vraag is een beetje of je een power user bent of niet. De meeste mensen die hebben genoeg aan normale. Het scheelt wel, op dit moment is normale Homey uitverkocht, dus je kunt alleen maar een Homey Pro kopen bij ons. Sommige winkels is die nog wel te koop, maar dan moet je even goed zoeken. Oké, nou, ik heb de module geïnstalleerd, Homey. En dan gaan we naar een map toe. En dan kan ik het commando Homey app create typen. En dan is dit wat voor aan het werken doen, maar laptop is op dit moment niet heel snel vanwege alle livestreaming, dus vergeet me. Nou, ik kan een app een naam geven. Nou, laten we die tweakers.net demo noemen.
Nee, ik hoef niet nog een taal toe te voegen. En ik noem hem description is my first app. Die description die komt uiteindelijk in onze app store staan. Nee, oké. Okay, dus ik moet een app ID. Dat is een omgekeerde domeinnaam. Ken je misschien wel als je Android of iOS app hebt gemaakt. Nou, die noem ik even naar mijn eigen domeinnaam. En de categorie van de app is... Nou, wat zullen we eens doen? Tools. Ik ga niet direct iets heel nuttigs maken. Maar ik wil gewoon een beetje laten zien wat allemaal kan met Homey. Ja, allemaal prima. Maak maar aan. Oké, okay, ik ga in de tussentijd... Kijk even naar links hoor. Dan zit ik op mijn iPad kijken naar jullie chat. Even kijken. Namen, positieve, ik ga Homey gebruiken. IKEA 5.0 Remote werkt dus wel met Homey 5.0 samen, die we dus over hopelijk een paar weken uitbrengen. En bewegingssensor ook. Wat dat betreft, alle IKEA-producten die zouden gewoon goed moeten werken. Het klopt inderdaad, Joost, dat mijn camera uitstaat, dus om bandbreedte te sparen. Het ging niet heel soepel, het was een beetje slechte kwaliteit. Nou, wat deze CLI nu doet, hij installeert nu de development package van Homey. Daarin zitten alle API's die je kan aanroepen. Die hebben wij gepubliceerd, zodat je in je editor mooie autocompletion krijgt. Dan kun je namelijk heel makkelijk programmeren. Nou, je ziet, hij is aangemaakt. Dan ga ik daarheen cd'en. En dan ga ik die even openen in Visual Studio Code. En dan gaan we eens kijken wat er allemaal in zit. Dan sleep ik even mooi hierin. Je kunt elke editor gebruiken hoor. Het zijn gewoon JavaScript-bestanden. Het maakt echt niet uit welke editor gebruikt. Als je Vim wil gebruiken of iets anders, dan kan dat. Nou, dit is net allemaal aangemaakt voor je. En er zijn een paar bestanden die zijn heel belangrijk. We hebben in de map Homey Compose. Daar zitten wat beschrijvende bestanden. Er staat een app in JSON. Ik krijg van mijn laptop niet heel snel is. En daarin staat ik ga even een beetje inzoomen, zodat jullie dat ook mooi kunnen zien. Yes. Dit is allemaal automatisch aangemaakt aan de hand van wat ik net heb ingevuld. Dus je ziet, dit is mijn app ID, SDK 3, dat is onze laatste SDK waar je tegenaan bouwt. Dat betekent dat je alle nieuws gebruikt. De naam van mijn app, hier staat de auteur, die heeft hij overgenomen van mijn hoe ik ben ingelogd. Even kijken. Nou, dat is al mooi aangemaakt. Daarnaast zijn er een paar bestandjes, we hebben app.js. Daarin zit de code die wordt uitgevoerd. Dus je hebt aan de ene kant heb je JSON-bestanden. Die bestanden die zorgen ervoor, die vertellen Homey wat je allemaal kan. En dan heb je de JavaScript-bestanden en die doen daadwerkelijk wat jij belooft te kunnen. Nou, en hier hebben we dan de app. En deze doet eigenlijk helemaal niks op dit moment. Maar we gaan eens kijken of we hem kunnen runnen. Ik hoop dat het wel werkt. Dat is je Homey app run. Ik heb deze Homey, die is gekoppeld aan mijn account. Homey vindt hem automatisch op je wifi netwerk. Of je computer vindt Homey automatisch op je wifi netwerk. Wat je ook kan doen, dat heb ik nu ook gedaan, je kunt hem met USB ook aansluiten op je computer. Dat is nog een stukje sneller, omdat hij dan niet over wifi een app hoeft te uploaden. Maar dat is helemaal optioneel. Wat hij nu aan het doen is, hij is de app nu aan het bouwen. Dat betekent dat hij maakt er een zipje van en die stuurt hij nu naar Homey toe. En op dit moment draait op Homey, draait de app. Dat kun je ook zien. Stel, ik ga nu open die QuickTime even. Dan kun je zien wat in de app is. Nou, dit is dan de Homey app. Als ik naar morgen ga, en tap op apps, dan zie je staan, ik heb op klik en klik uit hak al geïnstalleerd. En er is een app bijgekomen, tweakers.net demo. Je ziet, die draait nu in development mode. Dat is omdat ik hem hier vast heb. Leuk vraag. Draait de app dan helemaal standalone of is er verbinding met Homey server nodig? Op dit moment draait de app op Homey, maar mijn computer heeft een verbinding met Homey, waardoor die de output krijgt. Dus alles wat je aan het loggen bent, dat zie je dus terug. Je kunt ook Homey app install typen en dan installeert hij hem en dan kun je computer gewoon dichtklappen en dan werkt hij. Nou, dat is allemaal wat er is, maar er gebeurt natuurlijk nog helemaal niks interessants, want nou ja, goed. Die app doet nog helemaal niks. Dus dat gaan we even veranderen. Ik druk op Command-C. Of Ctrl-C. Daarmee sluit ik hem af. En je ziet dan als het goed is ook dat de app nu verdwenen is uit mijn lijstje. Dus we gaan eens wat leuke code typen. Wat ik eerst wil doen is een driver toevoegen. Een driver in Homey is iets wat ondersteuning voor apparaten toevoegt. Dat betekent dat je apparaten kan gaan toevoegen aan je Homey. En die kunnen dan iets gaan doen.
Even kijken. Ja, Homie kan de status van je ZFF-apparaten of van je netwerk, heeft een mooi overzicht van. Dus je kunt best wel diep gaan in de app. Even kijken. Homie app driver create. Wat ik trouwens ook kan doen, ik zal dat laten zien. Ik kan ook met mijn helpen achtertypen. En dan krijg je alle commando's die je kan uitvoeren onder dit subcommando, onder Homie app driver. Het werkt een beetje als Git, dat werkt op een soort gelijke manier. Nou, we gaan een driver toevoegen. Zo, wat is de driver naam? Nou, laten we eens een leuke naam geven. Dat ding noemen we LAMP. Ja, nou, nu wil ik even... Oh, dat is natuurlijk in Nederlands dit. Nou, dat maakt niet heel veel uit. Wat is je driver ID? LAMP, dat is hoe de code weet over dat gaat. En dan kan ik hier kiezen uit een hele lijst van soorten apparaten. Dat noemen we device classes. En ik kan hier capabilities toevoegen. En capabilities zijn heel essentieel als je een Homie app maakt. De capabilities is iets wat een apparaat kan. Stel ik in een LAMP, die heeft een capability on-off. Dat betekent die kan aan- en uitgaan. Een capability dim betekent dat hij van helderheid kan veranderen. Hij kan dimmen. En een capability light underscore U, dat is dat hij er van U kan veranderen. En op die manier kun je zeggen wat een apparaat allemaal kan. Stel ik in een gordijn heb ik een window covering state. Of die bijvoorbeeld omhoog is, midden of naar beneden. Verschilt heel erg per apparaat, maar je kunt er alles uit kiezen. En wat Homie doet, die maakt automatisch een interface aan de hand van wat jij hier definieert. Maar dat zullen we zo even laten zien. Even kijken, ik heb een LAMP. En die LAMP die moet on-off kunnen. Dus ik ga even op zoek naar on-off. Turned on heet die. En die LAMP die moet kunnen dimmen. Dus dan zoek ik even naar dim level. Klik op enter. Het is geen ZWave-apparaat, het is geen Zigbee-apparaat, het is ook geen Pyrimegas-apparaat. Ik wil op dit moment geen discovery-strategie. Normaal gesproken kan Homie automatisch op je netwerk apparaten vinden, met MDNS of SSDP of MAC-adres. In dit geval niet, want ik heb geen fysiek apparaat om je te laten zien, dus doe even alsof we een apparaat hebben. Normaal kun je dat dus wel gebruiken. Erwin, nee, alles bij Homie is niet code-based. Homie is ontzettend gebruiksvriendelijk. Je kunt gewoon in de app, ik zal hem even laten zien, kun je gewoon apparaten bedienen. Ik heb hier apparaten, die kan ik aan- en uitzetten. Ik kan hem ingedrukt houden. Ik kan hem ook aan- en uitzetten. Ik kan zien wat de flows ermee zijn. Dit is hoe normale gebruikers het werken, maar deze tool kan gewoon coden. Dus dit is iets meer, technisch. Nou, er is een driver gemaakt. En dat kunnen we zien, als we nu naar drivers gaan, dan zie je drivers LAMP. En die is aangemaakt. Dus we hebben hier automatisch is de code toegevoegd. En dat is hartstikke handig. En je kunt gewoon zien wat die allemaal gaat doen. En als we naar driver.js gaan, dan zie je ook de code wat er moet gebeuren als je een apparaat wilt toevoegen. Dus als je een apparaat toevoegt in Homie, dan druk je hierop. Oh, dan moet ik wel deze ervoor. Wacht, ik schrijf deze wel even op. Dat werkt iets makkelijker. Kijk, als je hierop plusje drukt, dan zie je dat Homie in het scherm komt om apparaten toe te voegen. En nou, ik heb ze nu natuurlijk niet geïnstalleerd. Maar stel ik klik bijvoorbeeld op klik aan, klik uit. Dan heb ik een hele lijst van apparaten. En als ik dan een apparaat kies om toe te voegen. Stel bijvoorbeeld, ik wil een, als we dus doen, deze afstandsbediening toevoegen. Dan klik je erop op connect. En dan krijg je gewoon instructies te zien hoe je dat apparaat toevoegt. En wat je hier ziet, dus druk op de knop, dat is wat de app developer programmeert. Nou, ik wil op dit moment geen afstandsbediening toevoegen. Ik wil mijn eigen app toevoegen. En dat zit in deze code. Even kijken. Nou, fijn om te horen dat het de meest nuttige talk is. Dankjewel. Ik scroll ondertussen heel even terug, hoor. Kijken of er leuke vragen zijn die ik kan beantwoorden. Ik kan IKEA koppelen om de app te installeren. Ah, dat klopt inderdaad. Dit vind ik trouwens heel leuk van de Homie community. Die mensen helpen elkaar heel graag. Komt Homie nog met een leuke tweaker smart home niet op discount? nou, ik ga die nu niet geven, sorry. Wel leuk om even te vragen. Dat zou ik ook doen. Oké. Auto refresh voor deploy van de app. Goeie feature, staat op onze to-do list, maar het is ontzettend moeilijk om goed te doen. Dus we willen dit wel heel goed doen, maar het lijkt me heel, heel gaaf om het te hebben. Nou kijk, wat ik kan doen. Deze functie wordt aangeroepen
door de app wanneer die, wanneer die wordt geïnterviewd. Van, hey, ik wil een nieuw apparaat toevoegen. In dit geval ga ik gewoon even doen alsof ik een apparaat heb gevonden. Maar normaal gesproken zou je dus hier gaan zoeken naar apparaat op het netwerk. En dat verschilt natuurlijk heel per protocol. Als je 4-3 megahertz hebt, dan wil je misschien gaan inleren. Als je Z-Wave hebt, dan hebben wij dat voor je geregeld. En normaal gesproken zou je hier dus bijvoorbeeld gaan zoeken op het wifi-netwerk. En dan een IP-adres gevonden en dan laat je dat aan de interface zien. Ik heb een apparaat gevonden. In dit geval doen we even alsof we iets hebben gevonden. Apparaat heet My Device. Je moet een uniek ID opgeven. Dan weet Homey namelijk dat het apparaat uniek is. Als je dat niet doet, sowieso gaat hij dan klagen. Maar als je dat doet, dan kan Homey namelijk aan de gebruiker die niet meer laten zien. Want Homey weet Homey, die is al toegevoegd. Dus dat gaan we nu nog een keer doen. En we hebben een store. En in die store kun je wat properties stoppen die nuttig zijn voor jou om te onthouden. Zodat je driver weet hoe die daarmee op weg gaat gaan. In dit geval hebben we dat niet nodig, dus deze kan ik even weghalen. Maar ik kan er van alles in stoppen. Ik kan gewoon full bar erin stoppen. Allemaal best. Mooi. Deze code is dan klaar. Gaan we even hier kijken in dit bestand. Dit is die JSON file, die dus Homey vertelt wat hij allemaal kan. Heeft iemand ervaring met KNX en Homey? Wij hebben een officiële KNX-app, Emiel. Goeie naam trouwens. Die kan dus met een KNX IP gateway samenwerken. Dan kun je €130 of zo kun je die kopen. Anyway, ik wil een apparaat toevoegen. Dan ga ik hem in JSON, typ ik pair. Pair betekent nou, koppelen. En daarin heb ik een object. En dat is dan een scherm. Je kunt het zien als een soort slideshow. En de ID ervan is list devices. En een template daarvan. En dat betekent, gebruik een template die al op Homey staat. Je kunt je eigen HTML hier gebruiken. Maar doe dat niet als niet nodig is. Want dan is voor de gebruiker net iets mindere ervaring. En wij hebben er al heel veel gemaakt. En dan heb ik nog een template. En dat is add devices. Deze voegt ze daadwerkelijk toe. List devices laat een lijst zien van apparaten. En dat is dus met de code die we net hebben geschreven. En add devices die... Oh, ik kan niet zo goed praten in die tijd. En add device die voegt ze daadwerkelijk toe. Uit jezelf uit natuurlijk. Even kijken, nou dit zijn mijn twee templates. Het enige wat ik moet doen hier is navigation toevoegen. Dat betekent de knoppen onderaan. En next gaat naar add devices. Wat ik nog even laat zien, dit hoef je echt aan jou om te onthouden. Ik ben ook niet gek. Dus ik ga even laten zien waar dit kan terugvinden. Als je naar developer... .atom.com gaat. En even kijken, dan ga je naar Apps SDK, Documentation. Ja, de koffie is uitgewerkt door Danny. Dit is onze hele SDK documentatie. In dit geval, ik ben SDK 3 app aan het bouwen, dus dan moet ik even hierheen. En als ik dan wil weten hoe ik ook alweer een apparaat moet coden om dat te pairen, dan ga ik naar drivers. Nou, hier is allemaal mooi uitgelegd. Dan ga ik naar pairing. En daar zie je ook mooie examples. En dan ga ik bijvoorbeeld naar devices list. Dat is de list devices template die we hadden. En hier zie je exact dezelfde code die ik net heb getypt. Dus hier kun je het mooi terugvinden als je even wil weten hoe het ook weer werkt. Nou, dit sla ik even op. En ik hoop dat ik niks meer vergeten, dus ik ga eens kijken of het werkt. Heb je runnen. En dan verschijnt hier als het goed is zometeen een mooi icoontje. Je ziet de app wordt weer op mijn MacBook wordt nu dus ingepakt. Hij wordt even gevalideerd, kijken of alles klopt. Nu is hij aan het uploaden. Je zag gewoon heel snel, ja, volgens mij is die camera niet zo goed dat hij die lettering kan zien. Dan zie je hem uploaden. Nou, je ziet hier, nu is er een... dat is dan jammer dat deze niet aan het staan. Kijk, er is een icoontje bijgekomen, deze. De Tweakers Net app. Daar kan ik op klikken en je ziet dan een lamp. Hij heeft ook nog een standaard icoontje. Dat is een raket. Vonden we wel leuk. Dus die kan ik natuurlijk ook nog veranderen. Dan kan ik op klikken. Druk op connect. En dan gaat hij dus een apparaat proberen toe te voegen. Nou, mooi. We zaten net tussen. Nou, ik zal even side by side laten zien. Nu zitten we dus in dit blokje.
Dit is zeg maar, wat je hier ziet, is een stukje HTML. Dat is dus die template list devices. En die navigation next, nou, dat is deze knop. Als ik daarop druk, ga ik naar add devices. En de code die is dus uitgevoerd, is deze. En ik heb een array gereturned. Een array is een collectie van apparaten. En hier my device. Dus op die manier zie je dat het gelijk is. Nou, als ik nu op next druk, met een beetje geluk wordt het toegevoegd. En dat klopt. Kijk, ik heb apparaten bijgekregen. Nou, wat ik net zei, is het mogelijk om de frontend van je app zelf te tweaken. Het toevoegen van een apparaat kun je dus wel tweaken. Maar bijvoorbeeld wat ik nu laat zien, dat is niet zelf te tweaken, want we willen natuurlijk die ervaring heel consistent houden. Nou, wat je hier ziet, zijn die capabilities. Dus je ziet hier on-off, dat is deze knop. Dus ik kan het apparaat aan en uitzetten. En je ziet de capability dim. Dus als ik hier swipe, dan krijg je deze slider. En als ik hier de dim aanpas, dan krijgt de app dat dus door. Dus op die manier kun je zeggen wat het apparaat kan. En wij genereren dan automatisch een mooie interface eromheen. En dat maakt voor de gebruiker heel erg gebruiksvriendelijk. Maar op dit moment gebeurt er nog niks mee. Dat gebeurt in device.js. Nou, als het goed is, je ziet hier on edit, my device has been added. Nou, dat klopt ook, dat wordt dus gelogd. Dus wat ik hier log in mijn code, dat zie je dus terug in de console. Even kijken. Wat ik hier nu ga doen, in de on-init, die functie wordt altijd aangeroepen wanneer de app opstart en hij doet het per apparaat. Vraag, gaat de Google Nest Protect en RoCHML binnenkort ook ondersteund worden? Die was ondersteund. Toen heeft Google al hun API access voor iedereen ter wereld ingetrokken. We hebben ons natuurlijk wel weer aangemeld voor een nieuw programma, maar het is even de vraag of zij ons dat toegang tot geven. In ieder geval, wij doen er alles aan om het werk te krijgen. Even kijken. Nu wil ik een register capability listener. Dat is een functie die reageert op wanneer de capability wordt aangepast. En wat ik hier maak, ik zeg dus, als de capability on-off wordt aangepast, dan wil ik code uitvoeren. Het eerste argument is de value. Dat is een boolean, true of false. Dat is de staat van een capability. Nou, gaan we die code eens opnieuw runnen. Je ziet, het apparaat is op mijn scherm unavailable geworden, want de app die is niet meer geïnstalleerd. En zometeen komt hij netjes terug. Ik zie dat wordt gepraat in de chat over dashboards. We hebben inderdaad Homey.ink. Dat is was een hobbyprojectje voor Homey e-readers. Maar dus ondertussen is dat best wel geforkt naar een volwaardig dashboard. Wij vinden dashboards wel heel vet. Dus ik hoop dat we op een dag er ooit iets mee kunnen doen. Nou, hier heb je het apparaat weer. Ik heb net die capability listener toegevoegd. En die zou dus moeten loggen wanneer het is veranderd. Nou, als je het apparaat uitzet, dan zie je hem dus ook in de console verschijnen. Dus dat werkt, dat is mooi. Wat je nu normaal gesproken zou doen, is dus tegen het externe apparaat zeggen, hey, ga aan of ga uit. In dit geval, nou, ik heb even geen externe apparaat, want het zou iets te ingewikkeld worden voor een half uur code. Maar op dit moment, of nu zou je dus bijvoorbeeld over wifi of over 4-3 megahertz, zou je een berichtje laten uitsturen om dat apparaat aan en uit te zetten. Even kijken. Nou, we waren net bij die developer tools. Ik ga hier even inloggen. En dit wil ik ook heel graag even laten zien. Kun je nu ook al direct tegen Homey zeggen, text to speech, dat de lamp uit moet? Dat is eigenlijk speech to text, maar goed. De allereerste Homeys hadden microfoons erin. Werkte niet heel goed. Daar ben ik heel eerlijk in. Dus dat kan niet, maar je kunt wel Google Assistant en Amazon Alexa koppelen. En er is ook een onofficiële HomeKit-integratie beschikbaar. Even kijken. Nou, we hebben hier de developer tools. En ik ben nu ingelogd op mijn Homey. En als ik hier op devices klik, en ik scroll eens naar beneden, waarschijnlijk het onderaan. Kijk, my device, dat is dus het apparaat wat ik net heb toegevoegd. Nou, hier zie je rechts weer mijn mobiele app. En
Hier zie je allemaal developer informatie over het apparaat. Dus je ziet bijvoorbeeld de app ID, je ziet class light, je ziet dat hij ready is, je ziet die ID. En hier zie je de capabilities weer. Nou, je kunt dus hier, kun je ze ook aanpassen. Als ik hier op false druk, dan zie je in de app dat hij zich aanpast. Er is een kleine delay in de screencast, zie ik, maar het gaat redelijk instant. En als ik hem weer op true zet, dan gaat hij in de app ook weer aan. En dan zie je dat ook weer terug in de console. Dus er zijn meerdere manieren om die app aan en uit te zetten. Ik zou nog een leuke laten zien. Voor mensen die zelf nog geen Homey hebben. Als je een flow maakt, dat ziet er dus zo uit. Dus hier heb je een lijst met flows. Nou, ik heb er nog maar eentje. Dat valt er mee. Maar ik heb een WAN-kaartje. En een WAN-kaartje, dat kan van alles zijn. Er zijn allemaal acties in Homey. Je kunt bijvoorbeeld zeggen wanneer het een bepaalde datum of tijd is. Je kunt ook zeggen wanneer er een ander apparaat bijvoorbeeld aan en uit is gegaan. Misschien een contactsensor. Wat wel een leuke is. Laten we gewoon simpel beginnen met als deze flow is gestart. Dat betekent dat ik hem handmatig kan starten. Dan wil ik my device toggle on or off. Wat je hier dus ziet. Is dat Homey aan de hand van de capabilities die je als developer hebt opgegeven, automatisch flowkaartjes maakt. Dus dat hoef je ook allemaal niet zelf te doen. Je kunt er altijd op uitbreiden. Bijvoorbeeld, stel ik heb een Philips Hue lamp. Die kan natuurlijk aan en uit, kan dimmen, et cetera. Maar die kan ook, dat is heel speciaal voor Philips Hue, die kan even flikkeren. Dus dat noemen ze een blink. Daarvoor zou je dus zelf een flowkaartje maken. Nou, dit is dan mijn flow. Ik noem hem even test. En ik druk op save. En als ik nu hier op test de flow even, dan zie je, ik krijg een groen vinkje. En dan gaat het apparaat, gaat dus van false. Hier zie je de status op mijn scherm. En als ik nog een keer op test, gaat hij naar true. Dus op die manier kun je die flow starten. Ik kan hem bijvoorbeeld toevoegen hier aan mijn favorieten. En ik druk hier nog weer op. En dan zie je dus false true. Stel ik voeg my device ook toe aan mijn favorieten. Dat is dus het derde apparaat wat je op mijn scherm ziet. En ik druk hier weer op test. Dan zie je het apparaat aangaan. Zie je het apparaat uitgaan. Zie je het apparaat aangaan, et cetera. Dus op die manier is het als ontwikkelaar best wel makkelijk te integreren met alles wat Homey biedt. Je hoeft alleen maar de juiste capabilities te kiezen. En dan is het eigenlijk vooral jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat het bij het apparaat elders aankomt. Dus het echte apparaat. Wij nemen alles voor onze rekening. Kun je zien of een bepaalde flow voor een hoge belasting zorgt? We zetten automatisch flows uit die veel te hoge belasting hebben. En dan sturen we je notificatie om dat even mede te delen. Dus daar hoef je eigenlijk niet zorgen om te maken, dat gaat vanzelf. Even kijken, leuke suggesties allemaal. Wanneer komt er meer informatie op de devices van de Homey app? Zoals temperatuur voor een temperatuursensor. Dus zijn we mee bezig, Jaap. Dus nog even geduld. Wat het moeilijke daaraan is, anders hadden we het al eerder gedaan. Is vraag, wat laat je zien? Want als een apparaat 10 sensoren heeft, kunnen wij wel een keuze maken wat misschien het meest nuttig is. Maar dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Even kijken. We hebben nu een druif toegevoegd. Dat ging eigenlijk verrassend snel, moet ik zeggen. Maar laten we eens een flowkaartje gaan toevoegen. Dat is ook wel heel nuttig om te zien. Dan gaan we weer hier naar drive.compose.json. Maar, we zijn natuurlijk een beetje lui, daarom doen we immers home automation. We doen geen in-app advertising als je gewoon te traag wordt. Nee, dan moet je bij Google zijn als je dat wil, plus Samsung. Even kijken. Maar ik weet het commando niet meer zo goed. Dus dan ga ik gewoon even kijken naar Homey App Flow. Homey App Flow Create. Nou, dat had ik zo ook nog wel kunnen voorspellen. Even kijken. En ik wil een flowkaartje toevoegen. Ik noem hem test flowchart. Dit keer wil ik wel een andere taal toevoegen. Ik wil Nederlands toevoegen. Test flowkaart. Homey vertaalt automatisch alles wat hij kan. En anders dan laat hij Engels zien. We hebben geen... Of hebben we wel een hint? Dit is een test. Ik ga eigenlijk het Engels typen helemaal vooruit. Homey heeft 3 type flowkaartjes. Triggers, conditions en actions. En dat werkt als volgt. Even kijken.
Ja, ik kan je geen antwoord geven op de vraag over backups, Rain. Bij ons werkt het in ieder geval altijd hartstikke goed. Ik hoop bij andere mensen ook. En Arnold, het klopt inderdaad dat je NFC zag. Dit is nog een oude homie die ik hier naast me heb. Dit is eentje uit 2018. Deze heeft ook nog microfoons namelijk. En die homies die kunnen nog NFC. Dat hebben we op een gegeven moment uitgehaald omdat echt niemand het gebruikte. Maar het was super duur om erin te stoppen. Dus op een gegeven moment dachten we, ja weet je, dat doen we niet meer. Maar goed, terug naar mijn verhaal. Je hebt triggers, conditions en actions in flows. En die komen overeen met when, and en then. En dat is ook hoe een flow werkt. Dus een flow die start altijd met een when. Dat is wanneer iets gebeurt. Dus bijvoorbeeld, the time is 20:04. Dat is een when. Maar een when kan ook zijn wanneer iemand thuis komt. Of bijvoorbeeld wanneer een apparaat is aangezet. Ik kan weer naar... waar zit hij nou? Oh, ik denk ook right. Ik ben ingestopt. Right. Oh, nou, ik ben even kwijt. Stel, ik heb een virtual switch, die had ik toevallig al. Als die aan is gezet, dan... Ach, natuurlijk ben ik mijn apparaat kwijt, want ik heb de app gestopt, obviously. Dus er zijn even geen flowkaartjes. Maar stel bijvoorbeeld, als ik mijn apparaat aanzet, dan kan ik weer iets anders doen. Nou, dat is de when, en dat noemen we dus een trigger. We hebben een and, en dat is iets wat waar moet zijn. In programmeerterm is het gewoon boolean moet true zijn. En dat kan ook van alles zijn, maar dat is bijvoorbeeld iets als a specific user is at home. Nou, dan kan ik dus zeggen dat ik thuis moet zijn. Dus dan gaat die flow, die gaat alleen maar door wanneer ik thuis ben. En wat ik ook kan doen, ik kan er iets aan toevoegen. En today is a Monday, nou, today is a Wednesday. Alleen als deze twee waar zijn, dan gaat de flow door. Wat ik ook kan doen, ik kan hem pakken en dan naar beneden slepen. En dan is het of ik ben thuis, of het is een woensdag. En je kunt ze ook meerdere kaartjes combineren. Dan gaat de flow door. En dan gaat hij naar de den toe. Leuk om te horen dat je de widgets met favoriete flows een goede toevoeging vindt. Wij zijn er ook heel blij mee. En de then, dat is dus wat wordt uitgevoerd. Dus dat is bijvoorbeeld laat homie iets zeggen. Of start een andere flow. Of laat de lettering even pulseren. Of zet een variabele in homie logic. In dit geval wil ik een action toevoegen. ID is prima. Ik wil... Okay, doe maar in argument. My argument. Nee. En het is een... color argument. Nee. Ik wil geen tokens gebruiken. Tokens zijn een soort variabelen. Dat is iets geavanceerd voor nu. Ik merk al dat de tijd best wel snel gaat. En het is echt veel te vertellen. Lees vooral de developer documentatie iets leuk vindt. Nou, wat je ziet. Er is, als het goed is. Ja. Een flowkaartje toegevoegd hier. En dit flowkaartje. Oh, dit is interessant. Ik heb een klein foutje gemaakt. Dit flowkaartje werkt voor de hele app. Je kunt ook een flowkaartje toevoegen voor een apparaat. Dus dat die hangt onder My Device. Maar goed, dat maakt op zich niet heel veel uit. Kijk, als ik de app nu start, dan is er als het goed is een flowkaartje bijgekomen. Ivo stelt de vraag, moet je tokens gebruiken voor insights? Nee, alles wordt automatisch naar insights gelogd, alle numerieke data. Dus bijvoorbeeld het energieverbruik van je plug, temperatuur van je motion sensor, wordt allemaal automatisch erheen gestuurd. Maar je kunt met Homey Logic, dat kan ik zo wel even laten zien, kun je zelf variabelen maken en die worden ook gelogd naar insights. Dus dan kun je je eigen insights grafieken laten zien. Even kijken. Nou, er is een... de app is gestart. En nou, je ziet nu, als het goed is... Nee, ik heb waarschijnlijk een foutje gemaakt. Want daar staat er nog niet tussen. Even kijken. Edit flow card. Oh, het is natuurlijk een actie. Sorry, het is laat, jongens. Apps. Tweakers.net demo. Test flow card. En dan kan ik hier even een color picker. Kan ik zeggen, nou, paars bijvoorbeeld. En dan heb ik een flow. Nou, laten we die eens even testen. Dan moet ik even, ik haal dit even weg. Ik weet niet zeker of ik thuis ben. Waarschijnlijk wel, maar.
En doe ik even hier flow, dus flow is started. En als ik nu op test druk, dan geeft hij hier een error. Want mijn flowcard is niet geregistreerd. Dat klopt. Dat wil ik ook graag laten zien. Je moet dus nog in je code. En dan ga ik naar app.js. Ga ik de flowcard registreren. Dan doe je op this.homie.flow.getflowcard. Action. Dus get action flowcard. Nou weet ik het echt niet zeker meer. We hebben net een nieuwe SDK, dus ik ben ook een beetje vergeten achter. Gaan we gewoon even kijken. Kan ik trouwens met Kotlin native naar JS cross-compile en dan Homey MMO? Ik denk het niet, maar ik weet het niet zeker. Dus dat moet je even uitzoeken. Kan het zijn dat Insights niet helemaal volledig is? Kan zo overkomen. Hij is wel volledig, maar Insights die maakt gemiddeldes van jouw data over tijd. Dus dat betekent dat als je 2 jaar terugkijkt, dat je alleen maar de gemiddeldes ziet. Maar om, het is heel simpel, anders dan slipt Homey's ruimte gewoon vol, want alles wordt lokaal opgeslagen. Maar de echte data is er wel. Een favoriete flow die ik zelf gebruik thuis? Leuke vraag. Ik heb één flow, en dat vind ik echt heel grappig. Ik heb thuis een Withings weegschaal. En die is met wifi gekoppeld. Dus Homey weet hoe zwaar ik ben. Dat wordt dus ook in Insights gelogd. Dat is erg confronterend. Maar ik vind het wel fijn om dat allemaal te loggen. En ik heb op mijn koelkast een Fibaro door Windows sensor. Dat is zo'n sensor die als je die open en dicht doet, dan laat die Homey dat weten. wat er gebeurt als ik na 10 uur 's avonds mijn koelkast opentrek, en ik weeg meer dan 85 kilo, dan zegt Homey, you fat bastard. Dus dat is erg motiverend om die koelkast weer dicht te krijgen. Even kijken, triggering a flow. Get triggered card. Dus het is dan een get action card. Dat is natuurlijk ook een veel mooiere notatie. De ID van die action card, dat is dus test flow card. Punt register run listener. Dat lijkt een beetje op register capability listener. Maar wat het eigenlijk zegt is wanneer die flow wordt gestart, voer dan deze code uit. Die woont dan alleen, neem ik aan. Sinds corona woont mijn vriendin redelijk bij me in. En het enige wat we nu even gaan doen is de argumenten loggen, zodat jullie kunnen zien wat er dan gebeurt. Ik zie dat er een reactie was. Zelda geluid als je chest opendoet. Of als je vaatwas opendoet. Dat is ook geniaal. Heel leuk. Nou, ik heb de app dus even aangepast. De app is weer aan het uploaden. En hij runt. Nou, ik ga de flow even opnieuw starten. Kijken of hij dit keer wel werkt. Nou, ik krijg een mooi vinkje. En je ziet hier in mijn console, zie je args en color. Nou, dat is de hexcode van die kleur. Dus ik heb net een flowkaartje gemaakt. Zo makkelijk is het eigenlijk. Nou, als je op het kaartje klikt, dus dat aanpassen. Ik kan hem delayen. Ik kan hem verwijderen. Zo makkelijk is het om een flowkaartje toe te voegen aan je app. Het enige is dat je nu dus zeggen iets leuks moet gaan doen met die informatie. Dus tegen een externe API aanpraten of tegen een apparaat aanpraten. Ik wilde heel graag jullie logic nog even laten zien. Er staat 4 minuten op mijn teller. Ik wil best wel doorgaan, maar volgens mij stopt hij automatisch de conversatie. Dus ik ga hem even afronden. Als je hier op more klikt, dan staat hier een item logic. En daar kun je variabelen toevoegen. En die variabele is bijvoorbeeld mijn variabele, kan ik hem een naam geven. En dit is dan een number. En laten we 1, 3, 4, 7 doen. Kennen we allemaal wel. Oh, ik heb zelfs typefout gemaakt. Nou ja. En nu heb ik een variabele. En die variabele die kan ik dus gebruiken weer in flows. Dus ik kan bijvoorbeeld hier naar flow gaan. Stel ik heb een nieuwe. En ik wil een and toevoegen. En dan kan ik precies zeggen, een variabele, je ziet hier zo'n stippellijntje eromheen zitten. Dat betekent, daar kun je een tag in stoppen. En ik kan nu wel zeggen, is greater than. Zo doe ik dus ook mijn, ik ben te zwaar flow. Dat is dus de variabele gewicht.
Nou, die kan ik hier instoppen en dan kan ik hier typen is greater than 2000. Nou, dat is dus niet waar. Laten we kijken of het ook werkt. Dus als ik die flow start, nou moet ik even een actie verzinnen. Laat de lettering maar even, even groen pulseren. En top. Dus als deze flow start en mijn variabele is groter dan 2000, animeer dan. Nou, als ik nu op test druk, dan zie je hier ook een uitroepteken staan. Dat betekent dat die dus niet waar is. Maar stel ik maak hier 200 van. 1337 is als het goed is groter dan 200. Als ik op test, dan zie je, ja, jullie zien dat niet, want ik heb de camera uitgezet. Maar je ziet hier een groen vinkje. En Homie is nu groen aan het pulseren. Wat ik nog even kan laten zien. Jongens, tijd gaat snel, joh. Ongelooflijk. Nou, we gaan naar Insights. Waar kun je als ontwikkelaar met vragen terecht als de SDK onvoldoende info geeft? We hebben een forum, die is heel actief. We hebben ook een Slack-kanaal, die is heel actief onder ontwikkelaars. Daar word je echt heel snel geholpen en vaak ook heel goed. Dus dat kan ik je zeker aanraden. Nou, je ziet hier Insights. En dit is dan mijn variabele. Nou, die is natuurlijk nooit veranderd. Dus de grafiek is plat sinds net. Maar stel ik heb hier een andere grafieken. Deze Homie heb ik ergens vanmiddag geïnstalleerd. Dus er zit nog niet heel veel data in. Dus kijken tot hoever die terugloopt. Maar je ziet hier, je ziet ook wanneer die uit heeft gestaan. Je ziet hier dus de data van de buitentemperatuur. Dat houdt Homie automatisch bij. Dus dit is Homie Insights, waarbij je al die grafieken kan plotten. Nou, ik heb nog 1,5 minuut. Dus ik zou zeggen, stel even lekker een vraag. En zometeen heb ik nog een half uur om met jullie te babbelen, hoor. In de chat, tijdens de pauze. Maar voor nu, hoeveel users zijn er global op Homie? Daar doen we geen uitspraken over. Wel echt heel veel. Veel meer dan ik ooit had gehoopt tijdens de Kickstarter. In hoeveel landen wordt Homie verkocht? We verkopen in heel Scandinavië, dus dat zijn er al 4. Natuurlijk Nederland, België, Duitsland, Polen, Frankrijk, Spanje, Singapore, Australië, Dubai. Daar zit best wel veel. Er komen best wel veel landen. En we hebben een plan om naar de Amerika te gaan. Dat hebben we al een keer eerder tussen neus en lippen doorgezegd, maar daarover later wel iets meer. Komt de software ooit los van de hardware? Ga er maar niet vanuit. Ik denk niet dat het sens maakt om bijvoorbeeld Homie software op een Raspberry Pi te installeren. Want het hele idee is dat alles gewoon lekker werkt. Dat je niet hoeft zorgen te maken of je al de juiste hardware hebt. En als we dat gaan doen, dan wordt het een beetje een Windows verhaal, om het zo te zeggen. Terwijl bijvoorbeeld als je kijkt naar wat MacBooks, die werken gewoon out of the box. En daar kun je dan helemaal op losgaan en alles mee doen wat je wil. Ik vind dat persoonlijk een veel mooier mooi product. Zo, veel vragen jongens. Ik hoop dat die actief blijft. Ik hoop dat de nieuwe versie ook een kabel de netwerkaansluiting krijgt. Mooi. Ik kan gewoon doorgaan. Dat is een interessante suggestie. Ik ben wel benieuwd over welke nieuwe versie ik heb. Maar wat ik zelf wel een leuke oplossing vind, is wat Google Chromecast doet. Dat je via USB een Ethernet adapter kan aansluiten. Dat is iets wat we wel heel interessant vinden. En misschien ooit ondersteuning voor de toevoegen. F19-inch Homie. Volgens mij ben jij systeembeheerder, of niet? Nee, we doen nooit uitspraken over nieuwe producten. Dat doen we gewoon niet. We zijn hartstikke trots op producten die we nu hebben. En we blijven de software altijd doorontwikkelen. Wat is de grote meerwaarde van Codebase als je Vue mega veel kan? Het is niet een keuze, Erwin. Het is niet dat je of Codebase of Vue doet. Codebase is gewoon voor de mensen die zelf hun apps willen maken. We hebben ook Homie Script. Daarin kun je scripts schrijven voor Homie. Dat is al iets simpeler. Ons uitgangspunt is altijd dat je alles moet kunnen natuurlijk vanuit de app. Soms is het gewoon net als makkelijk om iets te scripten als je heel veel unieke logica hebt. Maar vooral voor ontwikkelaars is het fijn om een app te maken die functionaliteit toevoegt. Die bijvoorbeeld met buienalarm praat. Of met buienradar of met een nieuw apparaat toevoegt. En daarvoor moet je altijd wel programmeren. Maar dat is hopelijk doet dan iemand dat voor jou. Hoe lang blijft Homie offline werken zodat verlichting... Goeie vraag. Homie werkt
praktisch gewoon offline. Als je internet uitvalt, dan blijft hij gewoon doorwerken. Het enige wat natuurlijk niet werkt, zijn de dingen die internet nodig hebben. Dus stel jij hebt een Livfix-lamp bijvoorbeeld, die werkt via de cloud. Dan werkt dat dus niet meer. En push-notificaties werken ook niet meer. Maar alle Z-Wave, Zigbee, video en zo, dat blijft allemaal gewoon werken. Zo, veel vragen opeens. Heel leuk. Waarom verlies ik historische data als ik tussen alpha, beta, testproducten versus van app wissel? Als het goed is, niet Rob. Je data blijft gewoon behouden. Je moet gewoon kunnen switchen tussen beta en stable. Mocht dat wel gebeuren, dan moet je even contact nemen met ons supportteam. Maar dat is niet de bedoeling. Philips Hue werkt lokaal. Dus via de bridge. Die gaat gewoon via je wifi. Je kunt, er is ook een Philips Hue app die met Zigbee werkt. Wat betekent dat je dus een lamp rechtstreeks op Home kan koppelen. Dan heb je de Hue Bridge niet nodig. Die is door iemand in onze community gemaakt. Ja, leuke vraag. Vroeger hadden jullie een feature roadmap, waarom niet meer? Daar hebben we een hele goede blogpost een keer over geschreven. Maar eigenlijk komt het erop neer dat wanneer wij zeggen we zijn met iets bezig, dat mensen heel ontevreden worden dat het er nog niet is. En vaak weten we, terwijl we bezig zijn, nog niet zo goed of dat wel is wat we willen. Wij lopen natuurlijk best wel voorop, hè, in de smart home wereld. Dus het is heel makkelijk om iets na te maken, het is heel moeilijk om iets nieuws te bedenken. Dus we hebben op een gegeven moment gewoon besloten, wij gaan niks meer zeggen over waar we mee bezig zijn. Als het er is, dan is het er en dan is iedereen hartstikke blij. Anders word je alleen maar chagrijnig dat we onze deadlines niet halen. Okay, ik zag een vraag, neem je stagiairs aan? Ja, dat doen we. Ongeveer 1 à 2 per semester. Dus je mag contact opnemen met mij als je iets technisch doet. En anders dan kun je naar info@ mailen als je sales of marketing doet. Is er een bepaalde thermostaat die goed werkt met Homey? Ja, meerdere. Kijk je op onze website. Dat kan ik je ook even mooi laten zien. Als je naar Homey.app gaat. Vraag, flows worden traag uitgevoerd soms. Kan ik dat debuggen? Ligt eraan wat voor flows het zijn. Over het algemeen is het hartstikke snel. Je kunt altijd proberen een paar apps uit te zetten waarvan je vermoedt dat ze misschien heel veel resources trekken. Kijk, Homey is natuurlijk een ontzettend geavanceerd systeem. Het is bijna een computer. Dus je moet niet raar opkijken als je heel veel apps installeert dat het soms een beetje traag wordt. Even kijken. Wat ik even wil laten zien. Iemand vroeg me al die thermostaatvraag. stel je wilt thermostaat weten, dan klik je hierop. Dus je zit dan hier op onze website, geen accessoires. Dan heb je een heel mooi huis met allemaal productcategorieën. En als je dan thermostaten klikt, dan zijn dit de thermostaten die we aanraden. Wij hebben een hele unieke deal met Plugwise. Dat je voor €99 de Anna thermostaat kan kopen. Die kan ik je zeker aanraden. Werkt lokaal via wifi. Dus ook als je internet eruit ligt, dan werkt die ook nog gewoon. Ontzettend mooi apparaat. Maar kijk vooral wat je nodig hebt. Weet je, als jij een heel groot huis hebt en je wil vloerverwarming, dan heb je misschien weer een andere nodig. Ja, ik hou heel erg van Lego. Dat klopt inderdaad. Ik hoop natuurlijk dat flows maken, dat op een gegeven moment zo normaal wordt voor mensen, dat het net zo is als met Lego blokjes spelen. Ja, insights data kun je exporteren. Ik heb hem volgens mij net gesloten. Maar er zit hier een knopje waarmee je naar CSV kan exporteren. En dat kun je dan weer inladen in Excel of zo. Insights data staat dus ook lokaal. Staat allemaal op je Homey zelf. Wij kunnen er helemaal niet bij. Gezien er veel vragen over zijn, hoe weet ik ook wat het vraag is? Oh, dat is mooi. Dat is een antwoord op iemand anders vraag. Wij bieden geen offline stemcommando aan, maar je zou natuurlijk een Raspberry Pi kunnen pakken. Daar zijn wel tooltjes voor. En dan die met Logic. Kijk, Homey heeft gewoon een logica kaartje waarmee je een flow kan starten. A webhook has been received. Dan kun je gewoon naar een Homey kun je dan gewoon een HTTP verzoek sturen. Dat is heel makkelijk vanaf een Raspberry. En daarmee kun je flow starten. Wat zijn de voordelen van Homey ten opzichte van Home Assistant?
Wat is het voordeel van een MacBook ten opzichte van een Linux-apparaat? Het werkt allebei. Ik prefereer iets wat gewoon hartstikke goed werkt, wat er gelikt uitziet. Wat ik ook andere mensen durf te laten gebruiken. Als ik vrienden langs heb of een vriendin, die moeten natuurlijk ook ermee overweg kunnen. Home Assistant is echt een heel mooi project. Ik heb ook heel veel respect voor de ontwikkelaars. Sterker nog, ik ken Paulus van de Kroeg. Dus wat dat betreft is het wel grappig. Maar het blijft gewoon een hobbyplatform. Ik denk, als je heel veel lol haalt uit Raspberry Pi's flesje en eigenlijk de reis interessanter vindt dan de bestemming, dan is Home Assistant misschien wat voor jou. Als je wil knutselen met een systeem wat gewoon hartstikke goed werkt, dan zou ik je Homey aanraden. Ja, en Homey werkt ook hartstikke prima op Android, hoor. Ik weet niet of het mogelijk is om het nieuwe Zigbee kanaal aan te passen. Dat zou ik een van mijn engineers moeten vragen. Je kunt ons supportteam even vragen, die weten dat wel. Werkt Homey alleen met een Android of Apple app? Oké, dus we hebben sowieso een Android en iOS app. Die zijn voor tablets, dus voor iPads en tablets en gewoon mobieltjes. Daarnaast hebben we dus insights.homey.app, wat je hier ziet. We hebben ook, als je hierheen gaat, zie je ook Flow. Dus je kunt ook flows maken in de browser. Want dat is toch wel verrekte handen. We hebben HomeyScript, draait ook in de browser. Dus we hebben eigenlijk, we hebben flows gemaakt voor, of de tools gemaakt voor web waar het sens maakt. Ga even kijken, want volgens mij moet ik trouwens ook in een andere lobby zijn. Jongens, ik zie jullie weer in een andere lobby. Ik moet dit afsluiten. Hartstikke bedankt voor je aandacht. Ik vond het superleuk om te vertellen en veel plezier vanavond.